Vandaag neem ik u mee naar de Abbingstraat 22 in Halle. Halle is van oorsprong gebouwd met een achttal boerderijen. En deze woning is gebouwd in 1984 op locatie van een van de 8 oorspronkelijke boerderijen uit Halle. En bent u nou op zoek naar een royale, vrijstaande woning met veel slaapkamers en een voormalige huisartsenpraktijk op de begane grond? Deze huisartsenpraktijk biedt enorm veel mogelijkheden. Praktijkruimte aan huis, levensloopbestendig wonen. Deze woning is gelegen op een perceel van 3590 vierkante meter grond. En naast een riante woning, veel tuingrond, hebben wij ook nog een grote schuur. Ja, ideaal om te gebruiken voor hobby, opslag van spullen. Dit tuinperceel biedt volop mogelijkheden voor een hele vrije siertuin met verschillende zitgelegenheden. Maar ook in het voor- en in het najaar kunt u heerlijk in deze serre genieten van het buitenleven. Vroeger had de boerderij die gelegen was op dit perceel ontsluiting via de Pluimersdijk. Maar vandaag de dag is deze woning aangesloten op de Abbingstraat 22. En kunt u heerlijk via de Abbingstraat ook een tweetal auto's onder deze carport parkeren. Via de voordeur komen wij de ruime ontvangsthal binnen. En via deze ontvangsthal kunnen wij de woonkamer bereiken. Maar we hebben ook een doorloop naar de praktijkruimte. Verder hebben wij in deze hal de trapopgang en het toilet zitten. Via deze achteringang en bijkeuken met wasmachine en drogeraansluiting betreden wij deze ruim opgezette keuken. Veel lichtinval, open doorkijk naar de eetkamer en treft een aangename leefruimte en echt een woonkeuken. Vanuit deze ruime woonkeuken kunnen wij doorlopen naar de woonkamer. En de woonkamer is nu opgedeeld in een tweetal zitgelegenheden, waarbij wij één zitgelegenheid hebben met een heerlijke houtkachel en een heerlijke grote schuifkrui die toegang biedt tot de achtertuin. Nou, vult u deze tweedeling in de woonkamer niet, dan kan deze kolom makkelijk weggehaald door een vakman en kunt u een heerlijke grote royale woonkamer creëren. Via deze zijingang betreden wij de praktijkruimte van de voormalige huisartsenpraktijk. In deze hal treffen wij een ontvangstbalie aan. Aan mijn rechterzijde hebben wij de wachtkamer met toilet. En aan de linkerzijde hebben wij nog een tweetal behandelkamers. Deze voormalige wachtkamer is momenteel in gebruik als kantoorruimte en een heerlijke plek om vanuit huis te werken. Denkt u dat u naast die kantoorruimte te weinig kantoorruimte heeft, dan biedt deze ruimte uiteraard nog meer kantoorruimte en mogelijkheden. Of fitness. Via de vaste trap komen wij op de eerste verdieping terecht. En op de eerste verdieping treffen wij een viertal slaapkamers aan, 2 badkamers en nog extra zolderbergruimte op de tweede verdieping. Deze woning biedt u het beste van beide werelden. Deze woning is namelijk gebouwd met de rug tegen de bebouwde komfoorhallen aan en biedt daarmee ook de gezelligheid van buren. Maar ook biedt deze woning u de prachtige vergezichten over de landerijen rondom Halle. Heeft u nou interesse in deze bijzondere vrijstaande woning gelegen op een heerlijk stukje grond? Neem dan contact op met ons kantoor en bel naar 03-14-366-262 of stuur een e-mail naar welkom@tvdsmakelaars.nl. Mijn naam is Roy Frenken en ik laat u deze woning heel graag zien.